Doe Maus. Ja. Zo, dan tik hem er zo in. Ja. Hopsakee. Ik weet niet of die helemaal scherp staat nu. Wel. Ja, ik zie de detectie nu live. Ik krijg melding op de telefoon. Ja. Volgens mij staat hij niet helemaal scherp. Even zien. Volgens mij wel. Ja, nou gaat hij scherp staan. Mooi. Ja. Oh, dat is mooi dat je de weg erbij hebt. Ja, maar die auto's die... Je haalt hem uit focus en info. Oh. Nou, we staan hier nog steeds, mensen. De regen is voorbij en het is nu onweer. Droog onweer. Houden we van. Die kant op waar jullie heen kijken, daar komt nog wat vandaan. We kijken in de richting van Amiens. We zitten dus in Noord-Frankrijk. En boven Amiens hangt nog steeds een bui, die trekt deze kant op. We hebben alle camera's inmiddels staan. 1, 2, 3, 4 en een telefoon. Oh, ik zag mijn andere camera ook. Zo, die was recht boven. Die was boven ons. Oh, nice. Mooi cc'tje. Ah, we hebben dus alles klaarstaan. Heb je het slot gedaan? Oh, nee. Sorry. Maar oh, je hebt een slot wel. Ja. Oh, ja, nog steeds Noord-Frankrijk. Ja, ik heb geen beschrijving erbij gedaan. Nee, de... Ik heb het al vaker dat verteld. Je bent zo lang aan het tikken en, ja. En dan komt er zo meteen weer regen aan. Dan is het weer, Maar Oeh, nice. Maar buienradar vooruit had iemand net een opmerking over. Buienradar die berekent het vanaf de laatst bekende positie. Berekent hij het vooruit met de laatst bekende windrichting. Met de laatst bekende snelheid. Eigenlijk een bui gaat nooit echt exact dezelfde kant op. Het is niet, het wisselt altijd wat. Dus ja, dan, dat kun je eigenlijk niet zo recht doortrekken. Ja, ik had wel wat shotjes binnen zo. Ja, nou, die trigger werkt ook prima. Ja, alleen de trigger zo donker. Ik doe zo de wind zet op. Ik ben blij dat het timer op zit. Ja, dan komt zo meteen regen. Weer regen zo. Dat is wel leuk. Mooi luchtje. Ja, dat is de moeite wel waard. Ja. En dan ben je nog terug. Ja. Dan rij ik nog een paar honderd kilometer. Dat is de moeite wel waard, toch? Ja. Even kijken. Ja, dat is een beetje goed te zien op de stream. Ja, hallo allemaal. Ja, we staan langs de, wat is het, A12? Ja, volgens mij de A12. Volgens mij de A12, inderdaad. En we staan dus een eindje voor Amiens, bij een tankstation. We staan mooi op een heuveltje, dus we hebben eigenlijk prima uitzicht. Links dat bomen die eigenlijk een beetje in de weg zitten, maar ja, die nu nog weg te gaan halen is ook wat overdreven. Wow! Fucking hell! Oh, sorry. Om een taalgebruik. En gelijk. Oh. Motherfucker. Ik heb hem wel, hè? Zo vet. Dikke repeteren naar beneden. Ja. Grum, grum, grum. Heerlijk. Ja, dat is. Ik ga gewoon daar die kant op brengen. Nou, ik wacht eens even naar Haster. Hij is overbelicht, verdorie. Oh, ISO 320, hè? Zijn er ook chasers dan? Dat denk ik, ja. Ja. Ah, niet Nederland volgens mij. Ja. Ah, dan kennen ze wel Nederland. Oh, dat scheelt. Melle staat ondertussen wat te praten met Belgische collega's, zeg maar. Wij staat een groepje Belgische chasers naast ons. Ik wil even grappig, ik zal even ietsje draaien. Ja, het was de voorspellingen spraken elkaar wat tegen. Alle ingrediënten moesten goed vallen. Alle puzzelstukjes. Maar het is hier wel gebeurd. Dit is dus in Amiens, in het noorden van Frankrijk.
langs de A12. We zitten niet, oh nice, wij zitten niet in Amiens, maar wij zitten daar een goede 20 kilometer voor, wat ik zo snel zag net. En ja, sorry Tineke, dat is, we staan echt recht voor onze neus, knalt een volle bak naar beneden. Dus ja, daar worden we enthousiast van. Dat kunnen we ook niet zoveel aan doen. Maar echt, helaas begint het nu wel weer te druppen. Dat vind ik wel jammer. Dus we moeten even kijken wat we gaan doen. De meeste lensjes zitten... Oh, is ook wat recht boven ons. Zolang de regen nog meevalt, blijven we nog even staan. Het enige punt is, het is nogal een steile helling. Dus we kunnen niet heel snel naar beneden. Ja, het kan wel. Maar dan blijft het spul niet heel. Dus in ieder geval, dus, dit is deel 2 van de bui. Deel 1 is te vinden in de andere livestream. Als het goed is, is die wel opgeslagen. Hoop ik trouwens. Het zal anders heel zonde zijn. Anders hebben we nog wel videobeelden. Maar ondertussen begint het toch wel harder te regenen. Even kijken of we zo nog ergens iets kunnen schuilen. Dat is een nadeel. Langs de Franse tolwegen zijn niet heel veel afslagen. Dus noodgedwongen hebben wij deze moeten pakken omdat we hem al voor ons zagen. Dus we hadden zoiets van, nou ja, dan maar zo. Ik weet niet of iemand van de teamleden meekijkt van bliksemdetectie. Zou iemand even bovenaan kunnen zetten dat wij in de buurt van Amiens zitten in Noord-Frankrijk. Wij, dankjewel, ik weet niet wie het was. Die wind was nog wel... Ja, klopt. Kijk, dat blijft een nadeel. Ik blijf het zeggen. En ik vind het nog steeds vet irritant. Je kan Facebook Live niet focussen. Niet handmatig focussen. Ja, gaan we inpakken? Ja, we gaan inpakken. Ja, we gaan dus toch inpakken. Spannend. Pas op, Bichat. Pas op, Bichat. Die vrachtwagen komt niet van rechts, maar hij heeft wel voorraad. We komen uit België. Ah, oké, okay, ja, ik had het al. Chase to be. Oké. Okay. Nou, ja, het is veel, want er zit nu ook veel regen. We gaan alles inklappen, uitzetten. Iedereen weer bedankt voor het kijken. Top, goed, goede toevoeging mijne, dankjewel. Mensen, tot later.